Anna Enquist, laten we eerst luisteren naar een stukje uit de Goldberg-variaties. Gespeeld door de man die, denk ik, het bij het grote publiek bekend heeft gemaakt. Straks horen we de aria door Ivo Jansen, jouw vaste, mag ik zeggen, begeleider. Maar dit is... Duo-partner. Duo-partner, nog beter gezegd, Glenn Gould. Is hij de beste? Dat kan je geloof ik niet zeggen, nee. Het is natuurlijk een heel uitdagend werk, maar er zijn toch een aantal hele mooie interpretaties van in de handel. En die twee opnames die Gold ervan gemaakt heeft, zijn natuurlijk, horen daarbij. Maar ik vind die opname die Ivo Jansen ervan gemaakt heeft ook van zeer hoog niveau. Je hebt ook een mooie opname van Paraya. Ook, dus ja, je kan niet zeggen hij is de beste. Het is ook een, wat natuurlijk voor meer van Bach's werken geldt, het is polyinterpretabel. Je kan er heel veel verschillende opvattingen over hebben en die kunnen allemaal interessant zijn. U hebt zelf ingestudeerd tijdens het schrijven van het boek. Althans, ja, tijdens het verwerken van het verdriet dat u had om het overlijden van uw dochter. Daar heeft u een boek over geschreven. Tijdens het schrijven heeft u ook piano gespeeld. Ja, maar ja, het was een project. Het was een project. Ik wilde heel graag een boek schrijven waarin mijn dochter voor het voetlicht kwam. En niet een boek over mijn eigen verdriet of over die ellende, maar laten zien hoe het leven van zo'n meisje eruit zag. Hè? En hoe ze zich verhield tot de ouders en haar broer en de vrienden. Maar ik kreeg dat niet voor mekaar. En omdat ik sinds haar dood toch weer achter de piano was gekropen. Ja, toen kreeg ik op een avond dat ik met Ivo Jansen in de auto na een optreden terug naar huis reed. Hadden we het over van wat ga je nou weer studeren? Toen zei Ivo van ga toch die Goldberg-variaties weer studeren. En toen heb ik de partituur weer uit de kast gepakt. En toen ineens had ik het idee, nou heb ik het. Als ik dat als structuur neem en dan kan ik bij elk van die 30 variaties die zo van elkaar verschillen, kan ik een beeld geven van een meisje op verschillende leeftijden. En dan neem ik als rode draad door het boek heen een vrouw die die dingen zit in te studeren. En ja, dat is eigenlijk de verhaallijn. En dat is dan voor een groot deel gebaseerd natuurlijk op mijn eigen studeerellende die 2 jaar lang, he, met dat lastige stuk. En die vrouw is aan het tobben daarover. En je denkt als lezer al na een paar hoofdstukken, wat is er toch met dat mensen aan de hand? Er is iets. Maar dat wordt dus allemaal niet gezegd. Maar je ziet die vrouw tobben aan de piano met die Goldberg-variatie. Ook al is het niet misschien 1-op-1, maar... uw dochter is verongelukt in 2001. Ja. In het boek wordt er gesproken over de dochter, de zoon, de moeder, de ouders. Er wordt eigenlijk geen naam genoemd. Nee, kijk, het is natuurlijk ontzettend moeilijk om zo'n persoonlijk en heftig onderwerp, omdat, het is nu 7 jaar geleden, om er toch zo snel al literatuur van te maken. Dus ik was verschrikkelijk bang om naar het sentimentele en het anekdotische af te glijden. Daarom heb ik het zo abstract mogelijk gemaakt. Daar hielp die structuur van die variaties natuurlijk enorm bij. Maar ook dit soort technieken van mensen geen naam geven. Waar komt die angst vandaan dat er een emotie te voelen is of op papier? Nee, er mag wel een emotie te voelen zijn. En dat, als het goed is, gebeurt dat ook wel. Maar ik wilde niet zo'n autobiografisch boek schrijven waarin het alleen maar ging over wat ik dan op dat papier uitstortte. Ja, maar toch denk je niet dat mensen toch wel denken, ja, maar goed, het gaat toch ook over die vrouw? Want dat gaat toch over jou en het gaat toch over je dochter? Dat is ook zo, maar ik wilde toch de nadruk opleggen dat het ook gewoon een geconstrueerd boek is. Ik heb er ook heel veel dingen voor moeten verzinnen. Ik heb incidenten en herinneringen in elkaar moeten proppen, verdraaien, om een goed literair effect te krijgen. Maar dus je kan niet zeggen het is 1-op-1 autobiografisch. Nee, maar je komt ook in het boek kom je ook stukken tegen waarin je een soort verslag van het politierapport tenminste, ik neem maar even aan dat letterlijk geciteerd wordt. Dus daar komt de werkelijkheid weer behoorlijk dicht. Ja, ik heb daar wel zinnetjes uitgepakt. Ik heb daar ook dingen in verdraaid. Dus ik heb dat eigenlijk toch behandeld zoals een schrijver literair materiaal behandelt. Wat is de functie van de muziek?
Nou ja, dat heeft verschillende lagen. Het heeft mij beschermd voor allerlei ellende. Omdat dat dagelijks een paar uur moeten studeren gewoon heel goed voor de mens is. In het algemeen en voor mij in die tijd zeker. En het heeft mij de structuur voor het boek verschaft. Maar de muziek zelf, bedoel ik, is dat een manier om in de hersens dingen weer op orde te krijgen die door zo'n gruwelijk ongeluk misschien in ongereden zijn geraakt? Dat is wel zo. Daar zijn ook wel onderzoeken over. Dat een trauma geeft in de hersenen enorme schade, omdat er een geweldige waterval aan cortisol over die hersenen wordt uitgestort. En dat verstoort van alles. En het schijnt, of misschien kan je zeggen het is zo, dat als je dagelijks een paar uur piano speelt, dat je dan de schade die die cortisol heeft aangericht langzaam aan herstelt. Je maakt dan eigenlijk nieuwe vezels in de hippocampus, waardoor die hersenhelften weer beter met elkaar contact hebben. Is dat een veronderstelling of is dat een wetenschappelijk bewijs? Ik heb daar wel iets over gelezen dat inderdaad in een onderzoek aangetoond is. Maar ja, dat is natuurlijk met dat soort dingen, daar moet dan nog heel veel onderzoeken overheen. Maar ik vind het zelf een aardige gedachte. En zo intuïtief uit mijn ervaring kan ik zeggen van nou, ja, ik denk wel dat het zo is. Welk beeld van uw dochter wil u oproepen? Ja, dat levendige, zo'n meisje die zin heeft in het leven en die naast alle moeilijkheden en problemen die ze ervaart, toch verschrikkelijk nieuwsgierig is naar dingen. Geniet van vriendschappen. En eigenlijk zoals ze was. Ja, dat zal iedere ouder zeggen natuurlijk. Ja. Het moest worden vastgelegd. Ik wilde dat heel graag vastleggen. Ik wilde ook wel meer in het algemeen het belang van een kind benadrukken. En daar gaan we natuurlijk, zolang we gezonde kinderen hebben, zo makkelijk aan voorbij van hoe gewoon dat is, of je verliest je in de zorgen die het oproept. Maar dat het ook zoiets bepalends en zoiets belangrijks is. En wat je dus heel sterk voelt als een kind er dan ineens niet meer is. En maar daar wilde ik eigenlijk ook nadruk op. Bent u zich daarvan pas bewust geworden nadat uw dochter overleden is? Nee, ik geloof niet dat je dat zo kan zeggen. Want ik was altijd wat dat betreft nogal ervan doordrongen dat het heel erg fijn was om moeder te zijn. Ik heb dat gewoon een heerlijke tijd gevonden met kleine kinderen thuis. De moederliefde spat van vrijwel elke bladzijde af. Zodanig zelfs dat je denkt, nou, ook die dochter was tamelijk onzelfstandig. Want op het moment dat ze de deur uitgaat en haar moeder mist, dan moet ze meteen in therapie bij wijze van spreken. Nou ja, de moeder-dochter-relaties, dat is altijd moeilijk om daar afstand in te krijgen. Moeder-zoon gaat meestal makkelijker. Ja, dus daar vind je ook een voorbeeld van in dat boek. Ja. Is het nu dat er is een beetje onrust ontstaan, omdat in een interview en opzij die we hier ook hebben liggen, op zijn minste suggestie wordt gewekt dat het nu wel even klaar is met het schrijven. Ik weet niet wat ik nu nog moet schrijven, zeg je in dat interview. Ja, er is een enorme storm in een glas water over ontstaan. Ik heb dat niet allemaal gevolgd, want ik zat toen even in Amerika bij onze zoon. Maar het was zo, ik had een interview in opzij, een groot interview. En in zo'n interview wordt dan gevraagd van wat gaat u hierna doen en heb je plannen? En dan heb ik natuurlijk gezegd, nee, ik heb helemaal geen plannen. En ik kan me ook wel voorstellen dat ik er gewoon helemaal mee ophoud. Ik weet het gewoon niet. En toen heeft, ik denk de redactie van opzij, dus niet die interviewster, die heeft dat aangegrepen, uit zijn context gelicht en daar een persbericht over gemaakt. Het is niet uw laatste boek. Ik heb geen idee. Maar het zou dus ook kunnen. Het is tot nu toe het laatste. Ja. Of er nog wat komt. Zou het kunnen zijn dat het je laatste boek is dan? Als je zegt, ik weet het niet. Ik heb geen, ik heb tot nu toe eigenlijk altijd wel plannen gehad. Maar dat is nu wel een beetje op. Maar misschien krijg ik wel weer eens een nieuw plan. Ik weet niet. Ik vind het ook zo non-nieuws. Ik denk als je nou violist bent of voetballer, van die vakken waar je elke dag een aantal uren moet trainen, dan kan je zeggen op een gegeven moment, ik hou op. Want als je ophoudt met trainen, kan je dat vak niet meer. Maar schrijver zijn, dat kan je altijd. Want je bent altijd in woorden aan het denken en praten. Dus als je 10 jaar geen boek schrijft, dan kan je daarna rustig weer beginnen. Als je zegt, ik ben uitgeschreven, dan is het toch ook nieuws? Ja, maar ik geloof dat de meeste schrijvers na het publiceren van een boek even uitgeschreven zijn. U treedt op met Ivo Jansen. Ja. Dan leest u voor en Ivo speelt muziek. Dat gaan we nu in het klein ook even doen. We hebben u gevraagd een stukje uit te zoeken en
Dat wonderwel was dat ook ongeveer wat wij hadden gedacht en gehoopt dat u zou voorlezen uit dat mooie boek. En daarna speelt Ivo Jansen, ik geloof, de laatste aria uit de Goldberg. De aria, hè, waar het allemaal op gebaseerd is. Ja, het is maar een heel klein stukje wat ik lees, hoor. Achter de ramen zindert de zomer. Binnen is het donker en koel. Ze knipt de pianolamp aan. Kom eens, zegt ze tegen haar dochter. Ik ga iets voor je spelen. Ik heb er heel hard op gestudeerd. Luister maar. Dan bloeit de aria op. De klanken van alle 30 variaties vibreren mee met elke toon. Het simpele lied trekt moeiteloos een stoet herinneringen achter zich aan. Het ontvouwt zich met ontwapenende vanzelfsprekendheid. Het omvat alles wat de vrouw lief is. Ik zag je handen wel zo toch meebewegen. Dat ik wat mee, ja, dat kan best. Ja. Ja. Speel je het zelf nog vaak, dit? Nou, ik heb het een halfjaartje laten liggen. Maar ik ben nu weer begonnen, want we gaan er natuurlijk ook mee op reis. En dan speelt Ivo dat tijdens zo'n voorstelling helemaal. Ja. Dus dan vind ik het wel leuk om echt heel goed te weten wat hij eigenlijk speelt. En dan kan ik ook nog eens een vingerzetting vragen. Of hoe los jij dit op of zo. Ja. Is er een moment waarop je voor het eerst te zien bent met Ivo? Is dat, heb je dat in je hoofd zitten? Van dan en dan zijn we daar en daar? Ja, Velp geloof ik, hè? 13... Velp. Ja, we komen ook nog in Amsterdam, toch? Westergasfabriek of zo? 25 november. Oké, we gaan het in de gaten houden. Via...